Dag beste kijkers, we zijn hier op de locatie Elisabeth van Surplus. Naast mij zit Guus Welte. Heel veel mensen zullen hem kennen, zeker de boekenlezers in Breda van de Vrije Boekhandel. We gaan het niet over de boekhandel hebben, maar we gaan het wel over boeken hebben. En we gaan het over boeken hebben en het familiegeschiedenis. Guus, je hebt 3 boeken meegenomen. Ja. Van jou en je, de familiegeschiedenis van je vriendin. Je heet Welte. Ja. Bij Welte denken mensen in Breda altijd aan de bakker. Klopt dat? Nou, dat klopt ook wel. Mijn vader was bakker. Ja. En hij was van Welte. En daar heb ik in het verleden een boek over gemaakt. Want die fabriek die ging nou echt helemaal dicht. Is nou helemaal vertrokken uit Breda. Ja. En dat was van de neven van mijn vader overigens. Ja. We hadden wel allemaal dezelfde overgrootvader die de bakkerij ooit begonnen is aan de Korte Bosstraat. En nou ging die dicht. Ik denk van nou, dan moet er iets van komen. Een klein documentje van het heeft zo lang bestaan. Iedereen kende het wel in Breda. Nou, daar heb ik dan dit boek van gemaakt waar een beetje ook die familiegeschiedenis staat beschreven. Ja. Even heel veel foto's, materiaal en advertenties en dat soort zaken. Ja. Wat heb je met boeken? Want je werkt in een boek. Ja, ik werk al 43 jaar in het boekenvak. Ik ben ooit begonnen bij boekhandel Vives op de Ginnekeweg in Breda. Bij mevrouw Verriel, dat was toen de eigenaresse. Dat is later overgenomen door haar neef Tom. Die zit er dan ook al heel lang in. Ja. En toen heb ik 5 jaar gewerkt. En toen ben ik naar de Bijkorf gegaan in Rotterdam op de boekenafdeling. Daar heb ik 7 jaar gewerkt. Daarna ben ik naar Gianotte gegaan. In 1993 en daar heb ik tot 2014 gewerkt. En toen ging de zaak dicht vanwege een faillissement, omdat een stel cowboys uit het boekenvak dat helemaal kapot hebben gemaakt. En toen ben ik bij de Vrije Boekhandel gaan werken. Zeg maar het Ezelsoor eventjes. Bakkerij Welte, ik zie je 130 jaar bakkerij geschiedenis. Wat zijn wat highlights, wat bijzondere verhalen uit die... Uit die rijke bakkers. Ja, dat zijn er nogal wat. Het is natuurlijk begonnen allemaal aan de Korte Bosstraat. Ja. Mijn overgrootvader die kwam uit Ter Heide. Hij was een zoon van een kleermaker, anders postkantoorhouder. En hij is al vrij vroeg het huis uitgegaan. Toen is hij bij een oom in de leer gegaan in Kaam. Ja. Die had daar een bakkerij van steen. Ja. En toen dacht hij van, nou, dat kan ik zelf ook. En toen is hij in 1890 naar Breda vertrokken. En toen is hij daar een bakkerij begonnen. Een klein bakkerijtje gewoon. Ja. En dat is later uitgegroeid. Hij is niet zo oud geworden, want TBC heerste nogal in de familie Welte. En daar is hij ook aan gestorven. Ja. En zijn vrouw stierf ook al heel vroeg. Zodat mijn opa en zijn broer, die stonden er toen alleen voor. En die hebben toen die bakkerij voortgezet. En zowel mijn opa als zijn broer, die leden ook aan TBC, moesten vaak kuren. En mijn opa, die had een vrouw ontmoet aan de pasbaan. Ja. En dat was Nel Schoenmakers. En die hadden daar zo'n stadsboerderij. En die hebben een relatie gekregen. En Nel was een sterke vrouw. Die heeft toen eigenlijk die hele bakkerij voortgezet. Want die mannen die moesten regelmatig kuren in Duitsland. Ja. Maar Nel die was echt een zakelijk ingestelde vrouw. En die heeft die bakkerij helemaal draaiende gehouden, zeg maar. Ja. Door personeel laten sturen natuurlijk. Ja. Hoe groot is het uiteindelijk geworden? Het is heel groot geworden. Zeker die neven van mijn vader, dus zijn die broer van mijn opa, die had ook weer zonen. En toen moest mijn opa, omdat hij zo aan TBC leed, moest hij buitenaf gaan wonen van de arts. En toen is hij naar de Teteringse Dijk gegaan, daar had hij een perceel kunnen kopen. Daar heeft hij toen een winkelwoonhuis gebouwd. Hij bleef nog bakken aan de Korte Bosstraat. Brood ging dan naar de Teteringse Dijk, want daar had hij dan dat winkelwoonhuis. Dat ging daar ook heel goed. En toen heeft hij later daar een bakkerij achter gezet, dat hij niet meer op en neer hoeft te lopen. Dan ging hij voor zichzelf beginnen. En zijn broer die bleef aan de Korte Bosstraat. Ja. En, maar mijn opa die stierf heel vroeg. Mijn vader was 13 toen zijn vader stierf en hij was 18 toen zijn moeder stierf. En toen moest mijn vader, die heeft toen die bakkerij voortgezet. Ja. En die neven van mijn vader, die hebben die bakkerij aan de Korte Bosstraat verder uitgebouwd. En die zijn later ook verhuisd naar de Haagweg. Ja. En daar is die broodfabriek toen ontstaan. Ja, ja. Wat heb je er zelf allemaal van meegekregen? Ik moest bij mijn vader natuurlijk, die wilde eigenlijk helemaal geen bakker worden. Die wilde die boer worden. Want die ging heel vaak dus naar de pasbaan, naar zijn oom. Die had daar die boerderij voortgezet. En daar ging mijn vader heel graag naartoe om daar te helpen.
En dus eigenlijk had hij boer willen worden. Maar omdat zijn ouders zo vroeg stierven, kwam hij in de bakkerij terecht. En zijn broers en zussen hadden geen interesse in het bakkersvak. Die studeerden allemaal. Dus moest hij die bakkerij tegen wil en dank overnemen. Dat heeft hij toen gedaan. Ja. En ik hielp dan mee. Op vrijdagavond, als de vrienden allemaal lekker gingen stappen. Dan moest jij s'nachts... Moest ik meehelpen in de bakkerij, ja. Nou ja, goed, ik vond het niet erg hoor. Ik bedoel, leuke tijd gehad. Ja. En, maar toen mijn vader kon stoppen, toen hij 57 was, heeft hij ook per direct gedaan. En toen is hij lekker gaan rentenieren. En toen heeft hij zijn hobby's uitgeoefend. Onder wijn maken en dat soort zaken. Ja, want een bakkersvak is natuurlijk een heel zwaar vak. Dat is een zwaar vak. Dus ik zag daar niet zitten. Nee. Ik denk van, laat mij maar lekker boekverkoper worden. Dat is nog te doen. Ja. We pakken er nog één boekje bij wat je mee hebt genomen. En dat doen we straks in deel 2 van deze interviewserie. Gaan we naar Raming toe. Ja, dat is goed. Wat is dit voor een boek? Ja, dit is het boek van... Dat was een oude stadsboerderij. Hier zie je een maquette gemaakt overigens door Wil Vaas, die er nog heel lang heeft gewoond. Dat is een kunstenares in Breda, destijds wel heel bekend. En die heeft daar heel lang gewoond. En dat is het huis wat mijn overgrootvader van mijn oma's kant is, van die Nel Schoenmakers, die later getrouwd is met mijn opa Welte. Die is hier opgegroeid in dit huis. En dan stond er in de krant een advertentie dat ze het zouden gaan verbouwen. Toen dacht ik, wacht even, dan ga ik toch wel even informeren wat ze daar nou van plan zijn. En ze wilden ook namelijk die poort, omdat ze daar appartementen achter gingen zetten, wilden ze ook daar een andere naam aan geven. En toen wilden ze dat de poort van Snijders noemen. Ik denk, ja, maar dat klopt niet. Toen ben ik dus in de geschiedenis gedoken. En wat bleek nu? Dat Snijders heeft het pand eventjes gehuurd, maar een korte tijd. En daarna, in 1841, is het in bezit gekomen van de familie Schoenmakers. En die zijn daar die boerderij begonnen. En dit pand, het huidige pand wat je ziet, want het was ooit een boerderijtje, dat heette Witlam. Dat hebben ze toen laten slopen. Toen heeft mijn overgrootvader dit pand laten bouwen. En daarom dacht ik van, ja, maar dan klopt die poort van Snijders klopt eigenlijk niet. Ik zeg, ja, dan noem je het of heel anders. Maar Snijders, dat doet geen recht aan dit pand. Ja. Nou, dan heeft die straatnamencommissie akkoord bevonden. Dan hebben ze de naam de Poort van Schoenmakers genoemd. Nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Ja. En toen ben ik verder in de geschiedenis van dat pand gedoken. Nou, dan kwamen heel veel leuke dingen naar boven. Vertel nog eens eentje. Even denken hoor, dat... Blader eens door het boek met ons. Nou, dat ga ik eens even laten zien. Kijk, dit was mijn oma, Nel Schoenmakers, die later ook in de bakkerij heeft draaiende gehouden aan de Korte Bosstraat. Nou, en dan is dit het hele verhaal. Ja. Het zijn echt, Wiguus, ik onderbreek je even, de boeken die hij maakt, dat zijn echt, kijk, verwonder en boeken in de geschiedenis. Ja. Het is geen heel uitgebreid zwaar verhaal. Nee. De tekst die hierin staat heb ik helemaal goed nagekeken natuurlijk en geknipt. Ja. Dat is een neef van mijn vader, Piet van Hoekel, die heeft dat eigenlijk helemaal uitgezocht, die hele stamboom. Dus dat is integraal opgenomen, met dank aan hem natuurlijk. Ja. En daarna zit er heel veel fotomateriaal in. Van de pasbaan, van al die mensen die daar gewerkt hebben, noem maar op. Ja, ik krijg een beetje het idee dat je ook, als jij door de stad loopt, loop je een beetje door je eigen familiegeschiedenis. Ja, dat gevoel heb ik soms wel, dat is wel leuk. Ja. Want Vincent Schoenmakers, dat is de voormalige vicaris van het bisdom in Breda, dat is ook een neef van mijn vader. En die heeft, zijn vader is ook in dit pand opgegroeid. En die wilden ze in de jaren 70 wilden ze het pand eigenlijk slopen. Ja. Zoals zoveel panden daar. Ja, die halve straat is daar gesloopt. Ja. En daar zat ook een mooie gevelsteen in het pand. Ja. En daar stond ook op dat die eerste steen was gelegd door ene Schoenmakers. Ja. En die heeft Vincent toen eruit gehaald. Heeft hij gevraagd. Hij mocht hem eruit halen, want hij wilde dat bewaren. Nou, toen bleek dat een nieuwe eigenaar... Toen werd het niet gesloopt. En ik wist dat Vincent die steen had. Ik zei, goh Vincent, ze gaan dat pand opknappen. Zou het nou niet leuk zijn, als jij die steen nog hebt, dat die steen weer terugkomt? Ja, zegt hij, maar dan moet je toch ook wel aan de nieuwe eigenaar vragen. Toen ben ik uit gaan zoeken wie nou de nieuwe eigenaar was. Nou, het grappige is, die man heet ook Schoenmaker. Geen familie. Maar en die vond dat natuurlijk hartstikke leuk. Dus toen hebben we ze die steen opnieuw weer ingemetseld in het pand. Dus, nou, ik denk dat iedereen moet op de pasbaan gaan kijken, volgens mij. En dat niet alleen, maar het is ook een hele mooie muurschildering. In het kader van Blind Walls Gallery staat deze muurschildering in het pand. Dit zijn de zijmuren en dit is het plafond. Ik heb er ook een fotootje van in het boek opgenomen. En dan zie je hoe mooi dat is geworden. Ik vind dat zelf een van de mooiste muurschilderingen. Kijk, dit is hem in wat groter. Ja. De ene kant, het is een geschiedenis naar het pand. De ene is de god van de landbouw.
En de andere is met de schaap en zo. Dat heeft ook met landbouw. Hier staan landbouwwerktuigen staan erop. Ja. Ter herinnering aan de geschiedenis. Van de plek. Ja, toen het nog een stadsboerderij was. Ja. Nou, hartstikke mooi, Guus. Ja. Gaan we in de volgende aflevering gaan we naar Raming toe. Wat ik beloofd heb natuurlijk. Dat grote warenhuis wat echt iedereen in Breda kent. Ja.